Welkom terug en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe bierreview hier bij Biermerk Menno. Vandaag is het alweer tijd voor een nieuwe bierreview. En ik weet niet of het licht een beetje goed is, maar ik heb van de week, 2 weken geleden, 1,5 week geleden, heb ik een lamp gekocht, zo'n ringlamp. Waar ik mijn telefoon in kan zetten dat het licht naar mij toe komt. Dus het licht wordt beter in de aankomende reviews, dan weten jullie dat. Het bier wat we vandaag gaan reviewen is een bekende. Het is de Texels, geen schuimkoppen, maar een goudkoppen. Hij komt met 6% alcohol. Texels goudkoppen is het blonde speciaal bier van het eiland Texels. De gouden gloed waarmee de zon opkomt boven de Waddenzee gaf dit bier zijn naam. Het heeft een volle en een zacht bitter bittertje in de afdronk. Texels goudkoppen is ongefilterd gist na op de fles. Er wordt gebrouwen van uitsluitend natuurlijke grondstoffen zoals duinwater en Texelse gerst. Een beetje gerst onderin de fles maakt het bier extra romig. Ja, 6% en hij is goed tot 2 juni 2021 dit jaar. We gaan hem openmaken, maar dan moet ik natuurlijk wel even een opener pakken. Die heb ik hier ook, gelukkig. Slecht voorbereid en een mooi glas erbij van Texels. Ik hoop dat ik hem met een... Ja. Hij sist een beetje. Mooi Texels glas erbij. Dat heb ik van de week gekocht. We gaan hem gewoon lekker inschenken. Nou, dat is gebeurd. We gaan kleur, geur en smaak weer beleven hier al bij Bier met Menno. Texels, altijd mooie bieren. En het eerste wat wij altijd doen is naar de kleur. Kleur is goud, lichtgoud en een mooie witte stevige schuimkraag met belletjes erboven. Ja, dat is wat ik van de kleur kan zeggen. Dan gaan we maar naar de neus, denk ik, toch? Daar gaan we. Ben je hoppig, verfijnd, hoppig. Ik ruik ook in de verte, ben je citrus, klein beetje. Ik ben wel benieuwd, ik heb het natuurlijk wel eens een keer gedronken. Maar ik dacht, ik ga ook een keer een Texels bier reviewen voor jullie. En dat is deze geworden. Eerder dacht ik de schuimkoppen, maar waarom niet de goudkoppen? Want de schuimkoppen is deze ook niet onbekend. Maar we gaan hem gewoon proeven. Ik zeg, cheers. Vol, lekker romig. Romig. Ook wel een klein beetje, is het, ja, gember. Ja, gember. Proef ik ook wel een klein beetje. Heel klein licht zuurtje erin. Een beetje in de afdruk. Ik vind hem ook een beetje, wat is het? Ja, ook een klein beetje framboos proef ik in de nasmaak. Ja. Framboos, ja. En we gaan dit bier natuurlijk een cijfer geven hier bij Bier met Menno. Ik ga dit bier een cijfer geven. Dit wordt een 7, voldoende, prima, 7 voor Texels goudkoppen hier bij Bier met Menno. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze
review hier weer bij Bier met Menno. En dan zou ik zeggen, zet wat leuks in de comments. Hebben jullie de bier een keer gedronken? En dan zal ik mijn social media even hier onderin de beschrijving zetten. En dan zie ik jullie gewoon weer bij de volgende review hier bij Bier met Menno. Ik zeg, like deze video, abonneer en deel deze video. En dan ga ik er lekker van genieten op de zaterdagavond. En dan zeg ik, zoals altijd, hier bij Bier met Menno, proost!